Ik wens jou vrede en recht toe. Heel hartelijk welkom op mijn dagelijkse, you name it, podcast, blog, vlogger, preek, bijbelstudie, overdenking, wat je maar wil. Ik wil vandaag je aandacht vragen voor de digitale weg. Wij bewandelen de digitale weg op zoek naar jouw aandacht. En daarvoor gaat het via ons USB-poortje naar het internet. En deze preekstoel heeft wel iets aparts. Ik heb al heel wat preekstoelen en leerscholen gehad, maar dit is weer zo heel apart. Want hier zit altijd een robot naast me. En die robot is zo geprogrammeerd. En ik dacht dat bij robot is het zoiets als een Robocop of een Iron Man of een of andere stoere, grote, massieve Transformer-achtig iets. Maar niets is minder waar. De robot bestaat uit een of ander serverhotel. Er is een of ander programmaatje dat rondloopt en dat al mijn woorden controleert. En daar heeft een of ander ambtenaar, een secretaresse aan het werk gezet, een aantal belaste woorden, bezwaarde woorden, ingewikkelde woorden op een rij gezet. En iedereen die woorden gebruikt, die wordt voor de tweede keer volledig van het YouTube-kanaal of het Facebook afgemikt. Ik heb dat nog eigenlijk nooit zo meegemaakt dat ik zo gecensureerd werd. En het is lastig. Maar goed, het moet lukken. Want ik ben geen politicus die de mensen naar hun mond spreekt of de lobbyisten pleased. Hoe kun je eigenlijk überhaupt een oppositie formeren als kleine partij als je alle beladen woorden niet mag noemen? Alle woorden wat de thema's voor deze verkiezingen zijn, als die allemaal onder embargo zijn. Maar dan kom ik gewoon toch terug bij mijn core business. En dat is Bijbelstudie. Want ik ben bijbelleraar. Mijn naam is Peter Vlug. En ik doe wat ik eigenlijk dagelijks moet doen. De Bijbel voor je uitleggen. Voor niets. En gewoon deze digitale weg dagelijks met je bewandelen. In de hoop dat ik je aandacht kan vragen voor datgene wat de weg te bieden heeft. En waar die weg toe leidt. In de Bijbelstudie van vandaag wil ik met je nadenken over de wet. De koning die was op zoek tijdens oud en nieuw, bij een paar hulpverleners. Nou, ik heb zelf de nacht gedraaid tussen oud en nieuw. En het is altijd een spannende nacht. Je weet niet wat die nacht zal brengen en of er zware vuurwerk rondom de instelling is. En je weet het allemaal niet. Maar de koning die kwam kijken. En aan het eind van de bijeenkomst, want iedereen was zo verstoord over de verschrikkelijkheid van de jongeren die zich richten tegen de hulpverleners. De wetteloosheid is ongekend. De brutaliteit en de wetteloosheid die lijkt maar toe te nemen. En de liefde die blijkt maar de respect en de aandacht en de zorg die lijkt te verkillen. Hoe komt dat? En Jezus die zei in het verleden al 2000 jaar geleden van als het eind daar is, zal de wet meer en meer door meer mensen veracht worden. En parallel daaraan zal de liefde verkillen. Dus dat zijn communicerende vaten. Aan de ene kant, als dus de wetsverachting toeneemt, dan neemt ook de kilheid toe. Dus als mensen steeds meer moeite hebben om de wet nog te handelen, dan worden ze ook harder naar elkaar. Dus de wet begrijpt eigenlijk bescherming. Je zou dus ook kunnen zeggen, als we meer wetten houden en die echt naleven, dan wordt het ook weer meer in liefde met elkaar samenwonen. Deze communicerende vaten wil ik met je bespreken. Er zijn namelijk verschillende soorten wetten. Je hebt de wetten, dat zijn de bedenksels van de meerderheid van slechte mensen. Dan krijg je slechte wetten. Een volk dat slechte leiders kiest, je krijgt de leiders die je verdient. Dat is het meerderheidsdemocratische systeem. En als die dan met elkaar slechte wetten gaan bedenken, dan krijg je dus wetten gemaakt door een slechte meerderheid. Je hebt ook groeps- en gedragswetten, kuddegedrag. Dat mensen elkaar gaan censureren, dat mensen elkaar gaan beklikken, dat mensen elkaar gaan onder een pressie gaan steken. En dat zie je bijvoorbeeld heel duidelijk nu gebeuren met het M-kapje. Ik kan een aantal woorden niet meer zeggen. En als je dat dan gedraagt, dan zijn andere mensen, dat kan niet. En dan wordt er een bepaalde extra verzwaring gelegd door de massa. De massa die gaat elkaar dan heel erg dwingelanderig toespreken.
En de derde vorm van wetten, dat zijn de moraliserende wetten. Zoiets doe je toch niet. Nou, dat is heel verschrikkelijk geweest, want dat is helemaal niet te onderbouwen. En mensen die dat dan zeggen van, nou, ik zou dit eigenlijk willen doen. En er komt een soort vijfde kolonie van allemaal, oh, zoiets doe je toch niet. Dat is ook een wet. Waar veel mensen dan zeggen van, moet ik die houden of moet ik die niet houden. En die zelfs ook, die heb je direct mee te maken. Je hebt ook de vaste wetten. En dan wijs ik vooral, want, bijbelleraar, dan wijs ik vooral naar die wetten die al 3400 jaar vaststaan, universeel, in alle volken, in alle tijden, ter alle tijden niet te verbeteren zijn. Ik wijs je op de 10 geboden. De wetten die totaal omringd zijn met 613 wetten van het Oude Testament. En die noemen ze in een soort totaalnaam de Torah. Torah. En twee keer toe is er op de Torah een upgrading geweest. Eén keer is Jezus gekomen en heeft gezegd, nu ik ben gekomen moeten er een aantal zaken geüpgraded worden. Dat zijn de bergredenzaak. En dat, die versie is gewoon als versie 1.0 toegevoegd. En daarna kwamen als tweede en laatste wijziging de apostelen die nog iets moesten toevoegen met betrekking tot de heidenen. En daarna zijn de boekrollen opgerold, zijn ze verzegeld, ze zijn ook in de Dode Zee-rollen achter, en ze zijn opgesloten en dat is het. En Jezus heeft nadrukkelijk gezegd, al deze wetten gelden, van de eerste tot de laatste. Ik sta er 100% achter, ik heb ze door en door met je besproken, hou ze. Doe je dat niet, ga je er wat bij bedenken, of ga je er wat weglaten wat je niet aanstaat, dan krijg je als boete daarvoor een van de 10 plagen die het volk Egypte kreeg toen de uittocht daar was. Allemaal verschrikkelijke, ellendige plagen. Dus de straf op wetten toevoegen in de vorm van dat je zegt van geestelijke wetten toevoegen voor het geestelijke leven te voeden. Dat zijn dus dan geestelijke verzinsels waar eigenlijk de doodstraf op staat. Wat zijn die 10 geboden ook alweer? De 10 hoekstenen van de samenleving, de universele 10. Daar staat bijvoorbeeld niks in over carnaval. Dus als je carnaval viert en je zegt dat het een geestelijk feest is, dan heb je er iets bij geschreven en dan krijg je dus, verdien je dus een plaag van die de Egyptenaren kregen. De 10 geboden is 1. Er is maar één God. Zijn naam is Yahweh. Hij is de vader, de schepper van hemel en aarde. De vader van Jezus. Jouw vader. Tweede is geen afgoden. Derde is niet vloeken. Een grote mond aanslaan tegen de allermachtigste, de grootste. Let op je woorden. Want hij is de machtigste. Niet vloeken. Het vierde is, hij wil dat je 1 dag in de week rust houdt. Vierde, Sabbat. Vijfde, eer je ouders. Zesde, niet moorden. Zevende, niet overspel plegen. De 8e, niet stelen. De 9e, niet liegen. En de 10e is niet begeer. Massief duidelijk. Kan je omheen, deze 10 geboden of de universele norm, kan je als volk overtreden, maar dan heeft de heerser van deze wereld, en dat is Satan, want die heeft de hele aarde nu in zijn bezit, in beheer, is niet van hem, hij is niet door hem gemaakt, maar hij heeft er beheer over, om diegenen die bewust de wetten overtreden, om die ook te oordelen. Dus de handhaving is in handen van de doodsengel, Satan. En het is zijn plicht om diegenen die mensen die het overtreden, te vernietigen. Ze zijn gewaarschuwd. Ze hebben de wetten gekregen. Als je de wet niet houdt, dan is dat je verdiende loon. Loon naar werken. En dan moeten de bijbelgetrouwe gelovigen natuurlijk dan niet zeggen, als je een slechte regering hebt, bestaan het allemaal slechterikken, of als je een regering hebt die zich niet houdt aan de wetten van God, of als je een regering hebt die van die moraliserende wetten op je legt, of peer pressure, groepsgedrag op je uitoefent, manipulatie. Als de wetten die de overheid samenstelt dus niet in lijn zijn met de 10 geboden, maar daartegen ingaan, eigenwijs beter, even beter, dan volgen dus ook
De oordelen die erbij zijn. Nou, Jezus komt om te redden. Dat is de enige manier om daar onderuit te komen. Maar dat haalt je niet uit het systeem. Ik ben Nederlander en ik moet me stellen naar de Nederlandse wetten. Maar als die Nederlandse wetten die ze extra hebben aangeschreven, door hebben gedacht, in lijn komen te staan met de 10 geboden, dan moet ik de overheid niet meer eren. Neem D66, de Europese tweelingbroer van VVD. En die hebben echt een handje van om anti-10 geboden voor te stellen in de Tweede Kamer. Alsof ze gewoon echt kijken wat is er tegenovergesteld. Nou, als we hun, als zij de leiding krijgen of houden, dat ligt er maar net aan in hoeverre je ze één verklaart met de VVD. In Europa zitten ze samen in één en dezelfde groep. Als die de leiding nemen, dan leiden ze ons land naar de verdoemenis. En dan zullen wij ons gedijst moeten houden, moeten onderduiken als bijbelgetrouwe gelovigen en ons moeten distancieren. Dat moet je niet eren. Het gaat tegen God in. Het gaat in tegen de enige weg die God heeft gezegd, de wet. Nou, er zijn dus mensen die raken daardoor in de war. Want die zeggen, ja, er zijn toch ook van die moraliserende groepen die wetten bedenken. Ja, maar dan, als je dat doet, als we zo'n overheid krijgen, dan zijn we aan de wilde beesten overgelaten. Dus laat ik een voorbeeld noemen. Als je zegt, het is verboden om op zondag te zwemmen. Ja, dat staat niet in de Bijbel. Dus het is vals. Je mag niet scheiden. Ja, je mag wel scheiden. Ja, maar dat staat niet in de Bijbel. Dat is vals. Dat is zo'n universele wet. Als je daaraan gaat tornen, dan krijg je allerlei bijwerkingen die niet meer te handelen zijn. Als alle echtparen en alle gezinshoofden en families en partners allemaal uit elkaar gaan, hebben we een woningnood. Hebben we een volk van jongens en meisjes die niet meer weten waar ze het zoeken moeten, omdat hun opvoeders niet eens samen door kunnen. Dan krijg je dus ontzettend grote onzekerheid, je krijgt ontzettend grote kosten in de zorg, je krijgt ontzettend grote kosten in de ouderdomszorg, je krijgt allemaal te veel een tekort aan huizen. Het houdt niet op met de trauma's, dat komt omdat één bepaalde wet doorbroken wordt. En daar moeten we dan gruwelijk voor boeten met z'n allen. En dat boeten, dan kun je zeggen, nee, de meerderheid heeft ons het kwade pad opgestuurd en dus moeten we nu de zure vruchten proeven. Als je zegt, je mag wel moorden. Je mag wel moorden. Ja, je mag onder sommige omstandigheden wel moorden. Nou, als je dat erbij schrijft, dat is vals. Want de Bijbel zegt dat je niet mag moorden. En als je zegt, alle goden zijn goed en die aanbidden we op zondag, dan is dat erbij geschreven. En dat is dus vals. Hoe kun je nou omgaan met die wetten? Die wetten van de Bijbel. De Torah. De wetten waar Jezus de hele dag over spreekt. Hou de wet. Heb de wet lief. Nou, in eerste plaats, je kunt een navolger, een doener zijn zoals ik, van de wet. Dan word je wel eens uitgescholden. Hé, wettisch. Je bent wettisch. Ik hou van de wet. Ik hou me daaraan. De Bijbelse wetten, dat is, ik heb daar liefde voor. Ik zing een lied. Ik overpeins het bij dag en bij nacht. Het is voor mij een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Het is mijn enige weg die mij brengt tot het licht van Yeshua, Jezus, mijn Heer. Ik heb geen enkele behoefte om andere wegen te bewandelen. De weg van Jezus is steil en smal. Nu eens op een bergtop en dan in een dal. Maar je ziet mij niet op die brede weg. Ik zet alles op alles om de wet van Jezus, de hele Bijbel zoals die hier is, in zijn geheel tot me te nemen. De handhaving is voor mij niet moeilijk. Ik doe het. Maar alles wat erbij geschreven staat, doe ik niet. En die overheid die me dat aansmeert, eer ik niet. Behalve als ze me dwingen dat ik moet gehoorzamen anders in de gevangenis, dan nog wordt het een principiële zaak. Ja. Je kunt dus een navolger van de wet zijn. Je kunt ook wetteloos zijn. Ja, je kunt gewoon de Bijbelse wetten gewoon helemaal niet weten en niet herinneren. En het zit niet in je hersens. Je hebt geen idee wat er allemaal staat. En dan kan de politie komen en zeggen, ja, je behoort de wet te kennen. Maar ja zo, het is niet weinig, het is geen memo. Nee, ik weet precies hoeveel wetten het zijn. Ik weet precies waar het voor staat. En het is wel degelijk
te weten. Het Nederlandse wetboek is veel dikker dan dit. Ja, je kunt de wet zeggen, ik ben wetteloos, ik weet het niet. De derde groep is dus de wetbetrachters, je hebt de wettelozen en je hebt de wetsverachters. Dat zijn de rebellen, de vrijdenkers, de mooipraters, de realisten vooral ook. Ja, die denken gewoon dat ze gewoon geen verantwoording af te leggen hebben en dat er helemaal niet controle gehouden wordt en dat je met niemand wat te maken hebt en ik doe waar ik zin heb. Die zeggen ook meestal, ik moet niets. Wat natuurlijk flauwekul is, want je moet sowieso al dagelijks naar de play. Dus je moet zoveel dingen. Je moet ook zo heel veel. Dus elke keer als je dat zegt, dan groteske, dat blaten, dat maakt je ook zo ontzettend. Je moet zoveel. Je bent toch niet God in het midden van het universum? Zeker in deze dagen moet ik heel veel dingen die ik echt helemaal niet zie zitten. Maar die ik wel echt moet. En dan acht ik de ander uitnemende dan mezelf. En als iemand mij voor een mijl prest, dan ga ik er twee. Want Jezus heeft me dat opgedragen in upgrading versie 1. Ja? Dus als je de wet veracht, dan ben je een atheïst. En dan ben je een misleider. En dan ben je een grootprater. En dan weer, dan roep je het oordeel, de consequenties van dit gedrag gewoon over jezelf uit. En als de meerderheid dat vindt, dan roepen we als volk die consequenties over ons uit. Nou, het is mijn opdracht en de opdracht van Vrede en Recht om je uit te leggen wat het inhoudt om de Bijbelse wetten, om die te houden. Het is mijn opdracht om je daar als het ware om daar een pep talk over te houden. Om daar blij over te zijn. Iemand vroeg me, wat is nou jullie politieke programma? Dat is onze boodschap. Soms moet je gewoon alles stoppen en eerst gaan bidden. En eerst ons je verootmoedigen. Anders worden we door al die plagen die over ons heen komen, die we verdiend hebben, door ons wetteloze leven, komen over ons. En dan kan je niet anders meer af. Of je roept sorry. Daarom is ook de beslissing om de kerken te sluiten, de allerfoutste beslissing die er is. Als ik maar nou niet uit YouTube geknikt word. Stel dat dat ook een fout woord is, kerk. Nou ja, mocht ik niet meer op dit kanaal zijn vanwege deze uitspraken, het staat altijd op de website. Hè? Een grote lijnen tekst van deze studies en deze overdenkingen van mij, die kun je ook elke dag de nieuwsbrief lezen. En dat kan je weer tot je nemen gratis via de website vrede-recht.nl. Ja. Maar als je de wetten van God houdt, dan krijg je innerlijke rust. Ook al stormt het om je heen. Innerlijk, in je diepste. Ja, dus niet om je heen, niet in je denken, niet in je wil, niet in je gevoel. Nee, in je diepste, in je hart. Het houdt je lichamelijk gezond. Hier staan hele duidelijke richtlijnen in. Niet richtlijnen, gewoon knalharde wetten. Wat je wel en niet moet eten. Dus daar word je topfit van. En als je ziek bent geworden, dan geeft de Bijbel ook de richtlijnen hoe je gewoon weer herstel vindt. Het derde is, je laat je leven vol respectvolle relaties. In een omgeving waar geen onderdrukking is. En dat te midden van een wereld vol manipulatie, want dat is dan rust in de families. Nou, dat lijkt ver weg. Het houden van de wet is ook ver weg. Jezus is heel ver weg. En ik wil jullie zeggen, dat als we op deze lijn doorgaan, dan chasen we zo naar een muur toe. Waar we, anderen zeggen het is een ravijn. Ik kan eigenlijk niet genoeg de noodklok luiden. Maar geen paniek. Er is één weg uit. En die weg heeft zijn obstakels en zijn robotten langs de weg. En het is een smalle weg. Maar het is de weg van Jezus. En daar zullen we elke dag de komende tijd, Deo Valente, zo de Heer wil en we leven, jou verdere uitleg over geven. Jezus heeft ons geleerd om te bidden in elke omstandigheid. Hij zei, bid nou niet met veel woorden, zeg dit. Onze Vader, die in de hemelen zijn, uw naam worden geheiligd,
uw koninkrijk komen. U wil geschieden in hemel, maar ook hier op aarde, in Nederland, in Apeldoorn. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Amen. Ik wens je vrede en recht. Morgen hebben we het onder andere over honden.